Like de video sneller dan dat ik het geluid van Blue maak. Dat was eng. Het is tijd voor Rainbow Friends. Maar elke nieuwe ronde krijg ik een nieuwe challenge. En deze challenges gaan van lastig naar lastiger naar zo eng dat ik waarschijnlijk in mijn broek plas. Hey, een lampje. Dus ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Reageer alvast je favoriete Rainbow Friends in de reacties. Want er is namelijk een nieuwe theorie verschenen. Brookhaven is de grootste stad in Roblox. En veel mensen denken dat dat is waar Rood vroeger heeft gewoond. En niet alleen dat, dat dat ook de plek is waar hij de Rainbow Friends heeft gemaakt. Hallo, Lookie. En je vraagt je misschien af hoe en met wat. Nou, mensen denken dus dat de Rainbow Friends gemaakt zijn van spelers. Rood organiseerde een zogeheten enquête in Brookhaven, waar mensen vragen moesten beantwoorden. Of eigenlijk één vraag, een hele simpele. Wat is jouw lievelingskleur? Hij had namelijk een persoon nodig die groen als lievelingskleur had. Iemand die blauw, iemand die geel, iemand die cyan. Snap je het al? En hij nodigde iedereen met een andere lievelingskleur uit. En zo zou hij al die mensen hebben veranderd in een Rainbow Friend. En nu is er laatst weer een nieuwe vraag in de krant van Brookhaven verschenen. Namelijk, wie houdt er van roze? Oh, daar hebben we paars. En nu zijn er dus mensen die denken dat Rood dat in de krant van Brookhaven heeft geplaatst. Om te wachten totdat iemand zich meldt die heel veel van roze houdt en wel wil veranderen in roze. Snap je wat ik bedoel? Dat een roze Rainbow Friend dus nog gemaakt moet worden. Dus wat nou als ik me zou aanmelden? Zou ik dan een Rainbow Friend worden? Dit is niet slim. Waar moet ik het doen? Oh ja, de eerste challenge van vandaag. Koop het duurste item in Rainbow Friends. Ik wil het niet eens zien. Ouch! Ik wil zo graag weten wat hier binnen zit. Oh nee, Blue komt eraan. Ik zie zijn kroon. En... Oh, oké. Okay. Maar reageer je lievelingskleur hier beneden. Ik loop met best wel veel spelers, dus dit kan niet misgaan. Ik neem mijn woorden terug. Al mijn woorden neem ik terug. Oké, snel deze kant op dan. Oh my gosh. Oké, ik weet niet eens wat ik moet zeggen. En ze gaan er allebei weer vandoor. Ben je serieus? Echt waar. Groen is echt vreemd genoeg de Rainbow Friend die de meeste spelers inmaakt. Uh-oh. Nee. Nee. Oh. Oké, ik ga er vandoor, want ik heb andere dingen te doen. Het zou best wel cool zijn als ik nu ook word ingemaakt. Ah, ben je serieus? Als ik het eens vraag, gebeurt het niet? Ik heb nog nooit zo snel zoveel spelers ingemaakt zien worden. En moet je dit zien? Het is... Dag, dat wou ik laten zien, maar het lukte niet. Maar het is dus tijd voor de volgende challenge. En deze challenge heeft alles te maken met misschien wel het belangrijkste wat je mee hebt in Rainbow Friends. Oh, namelijk de doos. En dit is hoe die eruit ziet. Want als we naar de winkel gaan... Hij is er! De allerzeldzaamste doos in het spel. Ik heb hem! Deze wil ik al zo lang. Oké, wacht. Ik zal laten zien waarom deze zo nice is. Moet je dit zien? Oh my gosh, ik heb Blue als doos. Dit is zo cool. Ja, dit is echt heel gaaf, weet je. Oké, Blue gaat er vandoor. Ik wil één keer dat hij achter me aan zit om te kijken of hij me dan aanvalt als ik in zijn doos zit. Dat is zo cool. Moet je zien. Het is gewoon schattig. Dit is de duurste doos in het spel. En ik moet zeggen, ik ben nu al benieuwd naar de derde challenge. Oh, snel. Kijk, dit is altijd heel handig om te doen. Want zo kun je exact zien waar de andere brandblussers liggen. Dat vind ik wel het leuke aan chapter 2. Dat er dus allemaal plekken zijn waar je gebruik kunt maken van een vervoersmiddel. Zo heb je natuurlijk de, laten we zeggen, karretjes in de racebaan. Heet dat zo? Volgens mij wel. Je hebt natuurlijk de zipline. En je hebt natuurlijk geel. Wat niet echt een vervoersmiddel is, maar eerder een levensgevaarlijke vogel. Maar het grappige is natuurlijk wel dat als die je dan pakt... Ah nee! Ik wou dat ding meenemen. Maar dan word je gewoon gratis gebracht. En dan kun je eruit springen wanneer je wil. En in dit geval kwam dat eigenlijk best wel van pas. Ik zie letterlijk zijn propeller daar. En waarschijnlijk gaat hij er zo weer vandoor. Precies wat ik dacht. Nee, maar nu komt dat best wel van pas. Want ik moet hier toch zijn. En geel komt trouwens altijd op dezelfde plek terug. Dat is wel grappig. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Ik zag het letterlijk gebeuren. Sommige spelers... Oh my gosh. Sommige spelers blijven echt op de meest onhandige plekken stilstaan. Oké, volgens mij is paars hier ergens. Oh nee, oh nee. Blauw komt eraan of niet? Komt hij eraan? Keer je om. Oef. Oh my gosh. Oh my gosh. Oké, snel. Snel, 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 snel. Deze heb ik nodig. Houd er dus rekening mee dat de doos nooit bij paars werkt. Kruipen werkt daarentegen wel. Voorzichtig, voorzichtig. En perfect. Naar boven toe. En ik zie Blauw daar letterlijk staan. Let op. Verder dat hij zich gaat omkeren. Blauw nog aan toe. Nu als de wielen weer naar beneden. En, hij is niet hier, toch? Oh, hij is daar wel. Maar dat is niet het enige wat er is, want ook een brandblusser. Die leveren we snel in. Dan gaan we naar mijn favoriete plek in Rainbow Friends. In ieder geval wanneer de Lookies er zometeen zijn. Kijk, let op, let op, let op. Perfect. En het is dag. Nacht, dag, nacht, dag. Ik snap deze glitch niet, maar ik wil Rainbow Friends nu zo graag een keer overdag spelen. Oké, door wie laat ik me meenemen? Door blauw of door geel? Nou, wacht, ik lok geel gewoon met me mee. Nu kan ik het hopelijk nog een keer proberen. Kom op nou, neem me mee, neem me mee. Oh nee, het is zo lastig. Oké, weet je wat? Ik ga wat anders doen. Ik ga helemaal inzoomen. En dan ga ik proberen uit de map te vliegen. Let op. Oh. Wat?
Wat? Dat was gewoon een trickshot. Hij heeft me gewoon in zijn nest gegooid. Dat is zo geniaal. Oké, wacht. Nu ga ik wel even van de gelegenheid gebruik maken. Door even hier helemaal bovenop te lopen. Oh, dat is zo cool. Kijk, aan blauw heeft me letterlijk gezien. Maar het is niet alsof hij me kan pakken. Blauw, blauw. Weet je, hoe lang duurt dit? We gaan gewoon even checken hoe lang je duurt. Oké. Oké, sorry. Ik ga jullie tijd niet verspillen. Maar wat ik wel ga doen, is hier naar beneden. Er is hier een onzichtbare muur. Ik vind het altijd wel leuk om de map een beetje te verkennen. Oeh, waar ben ik nu? Kan ik hier tussendoor? Wacht. Oh my gosh, waar ben ik? Ik zit letterlijk in de muur. Wacht, wat? De vraag is of ik er nog uit kan. Ja, en volgens mij ben ik de laatste speler die over is. Oh, geen probleem. Het vinden van de brandblussers vind ik het makkelijkste. Het suiker is ook niet zo moeilijk. Het irritantste is en blijft gewoon de doekjes. Hoe schattig ik ze ook wel niet vind. En geel. Dat is geen brandblusser. Oké, dit is altijd zo eng. Dit zijn de laatste brandblussers die ik nodig heb. En wat er meestal gebeurt, is dat blauw er dan ineens staat. Maar vandaag niet. Snel, snel. Oh. Dus de lookies. Soms heb je geluk, zoals nu. Heb je er gelijk eentje in het begin. En ik ga het jullie niet weer zeggen. Als je Rainbow Friends speelt, kijk altijd eerst bij het water. Vreemd genoeg liggen daar altijd wel een aantal lookies. Veel mensen weten het misschien niet. Maar als je een lookie vast hebt en je gaat in de doos, dan laat je de lookie vallen. Onthoud dat. Worden lookies nog wel eens van je afgepakt. Oh, ik had hem niet eens gezien door het water. Het voordeel is trouwens wel dat de Rainbow Friends niet op deze ladder naar boven kunnen. Maar ze kunnen wel ladders beklimmen. Zelfs Cyan kan dat. Oh, volgens mij zie ik er daarin. Kom hier, geel. Het zou toch wel zo handig zijn als je meerdere lookies tegelijk kan. Dit gebeurt nou altijd. Ik ben echt serieus. Altijd als ik een gele lookie heb, kom ik geel tegen. Het is alsof geel gewoon weet dat we een gele lookie hebben. Oh, dat is wat ik bedoel. Oh, ik zie er eentje. Twee zelfs. Dit is de enige plek waar je alleen lookies kan vinden. Geen brandblussers, geen suiker en ook geen lampjes. Oh, volgens mij is hier iemand. Ik bedoel maar. Oh, nu ga ik mijn lookie kwijtraken. Maar wel in de beste doos ever. Snel, snel. Ren nou niet weg. Of rol nou niet weg, moet ik eigenlijk zeggen. Oké, dan lever ik deze nog eventjes in. Hupsakee. Ja, daar ligt er nog één. Een rode. En over groen gesproken. Of nou ja, dit is eigenlijk eerder lime. En lime is eigenlijk ook een andere kleur dan groen. Net zoals cyan een andere kleur is dan blauw. En er zijn dan ook mensen die denken dat lime een nieuwe kleur wordt in chapter 3. Oké, we gooien hem erbij. Kom op, we hebben er nog maar twee nodig. En... Oké, ik zei dus net, meestal als ik een gele lookie heb, komt de gele Rainbow Friend op bezoek. Dus... Dit kan geen toeval zijn, toch? Is dit toeval? Ik geloof niet dat dit toeval is. Het gebeurt letterlijk elke keer. En dit is altijd het vervelendst. Het vinden van de laatste lookie. Job, maar dat was toch een lookie? Ja, maar die kunnen we niet meenemen. Soms ligt hij hier ineens... Dat ging op het nippertje goed. Maar dat is vandaag dus niet zo. Soms liggen ze zelfs hieronder. Oh, moet je zien, hè. Weer. Voor de zoveelste keer zie ik daar een gele lookie. En waar gaat geel naartoe? Naar de gele lookie natuurlijk. Deze keer gelukkig niet. We zijn nog niet klaar. Want het suiker is heel belangrijk. Willen we de grote lookie wegkrijgen? Zie ik hem daar... Je ziet geel ook altijd lopen. Oké, volgens mij moet ik hier wel beneden zijn. Oh ja, Cyan. Soms vergeet ik gewoon dat Cyan is toegevoegd. Omdat geel er al bij komt in ronde 2. En Cyan pas in ronde 4. Ga ik ze allemaal in één keer... kunnen vinden. Oh, nee. Als ik nou heel snel ben. Oh my gosh, we hebben er nu al 8. Dus we hebben er nog 1 nodig. Eindelijk, het is me gelukt. Maar de laatste suiker, die ligt hier. Dus nu ga ik naar buiten toe. En eindelijk. Maar nu wil ik eigenlijk toch nog even beter kijken. Ah, hij heeft hem alweer ingehaald bijna. Hier hebben we dus oranje, maar er is niet meer veel van over. Oh my gosh. En hier onderdoor. Doei, Cyan. Tot de volgende keer. Yes! Abonneer voor meer en adios.